We zijn live. Ja, ja. Ga ik de eerste vraag stellen voor 1 punt? Nee, de quiz is nog niet begonnen. Eerst en vooral moeten de heikneuters weten dat ze naar www.myquiz.org moeten gaan. Wat was de code? 368269. Dat gaat lukken, hè. Is dat gelieken van Wiel Tura? 797204. Ah ja. Holy shit, Alex. Dat kende. Maar onze bok is dood, dat kent je niet. Ja, kijk, ik ben een speciaal kineke, hè. Kinderen, ik verwelkom jullie op deze prachtige, formidastische quiz. Examen. Jullie... En welke prijs? Zijn er te verdienen, Kaar? Eerst hadden we dus prijzen, wat de trofeeën en al, maar dan heeft Comac mij gevraagd om iedereen te laten slagen. Als ik dat niet zou doen, zou ze mijn kat haar benen breken. Dat kunnen we niet door de vingers zien. Mensen tot daartoe, maar dieren, nee. Ondertussen hebben we al 23 mensen die deelnemen aan het examen. Maar dan gaan we starten, hè. Voor 1 punt. Wat zei Julius Caesar toen hij stierf? Zei hij A. I'm een klote. Maar dan in het Latijn. B. Gij ook mijn zoon, toen ook weer Filimi. Ik heb nog 10 seconden. C. Hij zei niks. En D. Hij leeft nog altijd. A, B, C of D. Het juiste antwoord was... Ah, mijn klote. Ja, ze zullen niet goed opgelet hebben, hè. Tweede vraag. Hoe werf is scheepsrecht? A. Uw moeder is scheepsrecht. B. Kielalen is het waterborden van de toekomst. C. 3 keer gelijk de regel van 3. 5 seconden. D. 4 keer gelijk de regel van 4. Oké. Het juiste antwoord was A. Uw moeder is scheepsrecht. Oh, beste antwoord. Volgende vraag. Derde vraag. Hoe heet het paard van Zorro? Slecht weer vandaag. Atatitla. Zorro had geen paard. Seabiscuit. Biscuit. 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 Hebben ze gestemd? De mensen zijn nog bezig. Ah, voilà. 42% heeft correct geantwoord. Atatitla. En dat weet iedereen. Normaal was het paard Tornado, maar Tornado is dan door Polen in saucissen gedraaid en dan heeft hem Atatitla afgekocht van Old Shatterhand. Nu gaat het moeilijk worden, ze. Goed. Hoe niest je zonder gevaar? In uw elleboog, in uw knieholte, dan moet je buigen. Ga ik even voordoen. In iemand anders elleboog of D, niezen. Dat is een complot van de Bilderberggroep. A, B, C of D. Dat beter moeten studeren. Bijna iedereen is fout. Het antwoord is C. In iemand anders elleboog. Niet in uw eigen elleboog, want dan hangt u maar vol snot. Mag ik met vraag 5 starten? U mag. Zal ik. Wat is mijn favoriet spel? Wat is het favoriet spel van Dr. Joseph? Is dat Jojo? Is dat Call of Duty? Is dat Return to Castle Wolfenstein? Of zijn dat Tetten? Het zouden wel eens Tetten kunnen zijn. Niet één. Maar mijn één is Chef Roeibergs, hè. Hebben ze gestemd allemaal? Ze hebben gestemd en ze hebben veelal fout gestemd. Call of Duty. Ik schiet graag moffen neer. Ik schiet ze allemaal neer. Ik laat mijn mitraillet en ik schiet ze neer. Ik pak uw mitraillet en ik schiet ze ook neer. Ik schiet zelf 10 neer die zich overgeven. Vraag 6. No, wat is een pleonasme of een tautologie? Is dat dik en vet? Is dat witte sneeuw? Is dat ja of is dat dood en lijk? Aan u de keuze. Ze hebben 1 seconde. Oké. Het antwoord is niet nee, maar ja. Het zijn alle 3, oftewel pleonasmes, oftewel tautologieën, dus ja. Tuurlijk. Een echt pleonasme is witte sneeuw. Een echte tautologie is, Magie de Blok is dik en vet. Vraag 7. Wat zei Beethoven toen hij stierf? Boef, amai, mijn klossen, alle mensen werden lijken. Hij zei niks, want hij leeft nog. A, B, C of D. Ik wil hier geen antwoorden geven, maar ik pijs wel dat hij Duits was, hè, jongens. Beethoven, dat was een Vlaming. Excuseer, ik heb mijn les goed geleerd. Die was van Oepertingen. De kinderen zijn aan te leren. Dus wat zei hij toen hij stierf? Hij zei, alle mensen werden lijken. 8. Ja. Wat is het midden? Oei. Het midden is het punt met een straal verwijderd van de omtrek. Het midden is een liedje van Clouseau. Je weet...
die zijn vrouw hem heeft laten zitten. Het midden is langer dan het begin. Of C, D. Het midden, dat is daar. Wat is het? Zit van binnen. Godverdomme. Het antwoord was... Het midden is langer dan het begin, maar korter dan het einde. Nee, het midden is langer dan het einde. Het einde is korter dan het begin. Dat was om te zien of dat je wel ad rem bent. Of dat je niet aan het slapen zit. Ik of aan het zuipen. Ik ben er nog steeds bij. Gaan we eerst even de tussenstand bekijken. Dwarf staat bovenaan met 6 punten. Mannekes, het is hier op 100, hè. Ja, godverdamme. Pas op, het is nog niet het einde van de vraagstellingen. Ik lanceer de quiz op... het examen. Het is zeker geen quiz. Vraag 9. Wat deed Jezus in de woestijn? Je weet, Jezus, dat is die kloon van Che Guevara. Wat deed hij in de woestijn? Hij is daar gevlucht voor zijn ex. Hij is daar de IKEA-catalogus aan het lezen. Hij is daar het zand uit zijn sandalen terug aan het leggen. Of hij is aan het spelen met zijn slang. Antwoord nu. A, B, C of D. Sowieso F. Godverdomme ze, wat voor een klotenboel is met dat? Ja, maar ja, ja. Het antwoord is, hij deed het zand uit zijn sandalen. 10e vraag. Wanneer is geboren? Op zijn verjaardag? Op mijn verjaardag? Op uw verjaardag? Of op de verjaardag van Jan Kramer? A, B, C of D? Ja, het antwoord is zowel A, hij is geboren op zijn verjaardag, als D, op de verjaardag van Jan Kramer op 20 april. Kleine anekdote, Jan Kramer die zat in New Orleans in een bar en daar was een zwarte mens piano aan het spelen en op die piano zat er een apeke en Jan Kramer bestelt een whisky terwijl die een jazzmuzikant daar aan het spelen is, komt dat apeke van die piano en dat ligt met zijn kloten in dat glas whisky. Jan Kramer ziet dat, hij klopt op die pianist in de schouder en hij zegt, hey zeg, uw naap hangt met zijn kloten in mijn whisky. Dat liedje ken ik niet, maar als ik het fluit, zal ik het spelen. Voilà. Volgende vraag. 11. Als uw zaak verloren is, hoe vind je haar dan terug? In de Gouden Gids, stuur een telegram, Ask Jeeves op Facebook. De afbeelding is Zaak Chirac. Het antwoord is... Nee, 10 seconden. Het antwoord is niet 10 seconden. 2, 1, ja... Met een telegram of op Facebook. Vraag 12. Hoe vaak heeft de Parkiet gezongen? A. 69 keer. In het Frans, 69 fois. B. 420 keer. C. 666 keer. Of D. Parkiet heeft niet gezongen. Is een vrouw die gezongen heeft. Geef uw antwoorden nu. Nu is het te laat. Het antwoord is A. 69 keer. En dat doet mij denken aan een directeur van een zothuis. Hij kwam 3 zotten tegen en hij zegt, ik ga nog zien of dat ze zot zijn. En hij vraagt aan de eerste zot, 3 plus 2. Hoeveel is dat? Zegt hij, een zot, zaterdag. Nee, nee. Tweede zot, 69, zegt hij. Nee, zegt de directeur. Jij zit nog altijd zot. De derde zot, 3 plus 2. Dan zegt hij, 5. Ah, zegt de directeur. En hoe heb je dat gevonden? En wel, ik heb zaterdag door 69 gedeeld, zegt hij. Volgende vraag. Ik drink nooit thee. Hij drinkt altijd thee. Drink jij thee? Verkies café. Koffie. Mijn mondmasker zit in de weg. A, B, C of D. Krijgen we halve punten als we een deel juist hebben? Het zou kunnen. Wanneer mag ik het juiste antwoord nu geven? Nu. A, hij drinkt altijd thee, is juist. En B, drink jij thee, is ook juist. Oh, ik heb dus 2 keer een fout gedaan, dus ik kan niet zeggen dat ik halve punten krijg. Vraag 14. Slikken of spuiten. Je moet geen slechte gedachten krijgen. A. Listerine. B. Heroïne. C. Cocaïne. D. Plasticine. Niels, hoeveel punten heb je? Ik heb 8 punten. En per 5. Het is op 100, hè. Oh, man, toch. Ik zet mijn kast terug in de leaders. Kom aan. Slikken of spuiten. A. Listerine. Kun je ook mee gorgelen. En gorgelen, dat doet je zo. En dan moet je slikken. 15. Beethoven komt uit A. Machelen. B. Mechelen. C. Zurich. D. Doven bij Kuttekoven. A, B, C of D. Klopt dat Ludwig van Beethoven is? Is van Beethoven. Het is ook Adolf van Hitler. Sophie van Wilmes. Dan ga je weer een 50 kwartier komen. Dat is de titel van het Mag ik het antwoord geven? Je mocht het al 4 seconden. Hij kwam, zoals Bart Somers, uit
uit Mechelen. Het is een manenblusser. Maar hij deed dat wel met zijn speciale spuit. Volgende vraag. Dat is voor 5 punten. Als 7 mensen in een cirkel staan met een omtrek van 10,5 meter. Hoe luidt de booglengte tussen 2 en 6? A. Toch een 1,5 meter. B. 20 pintjes. C. 184 decibel. Of D. Mark van Ranst. Dat is ook een 1,5 meter. Hè? Dat is... Zijn nekomtrek is 1,5 meter. Got him. Dat is heel goed gevonden. Want het antwoord is D. Mark van Ranst. Je vraagt u natuurlijk af wat dat hij in die vragen komt doen. Mark van Ranst, die ziet overal. Iedere dag. Bij deze herdenken we Mark van Ranst. Zoals Mark van Beethoven. En zoals Mark van Hitler. Gaan we nu verder of houden we een pauze? Pauze. Oké. Okay. We hadden afgesproken dat je een fles ging pakken, hè? Niet dat we goed vraag niet, 17. Ja. Wacht. Was dat een pauze? Je zet nog hem weg. Hè. Schud hem goed af. Eerst een nieuw pintje open doen, ze. Geen vuile woorden, alsjeblieft. Diogenes was de... puntjes... van Alexander de Grote. A. De hond van Alexander de Grote. B. De broer. C. De vriend. D. De neef. Deze zullen we wel mogen uitleggen. Het juiste antwoord was Diogenes was de hond. Hij was een cynicus. En cynicus komt van het Grieks kinos, wat hond betekent. Kynos. En Alexander de Grote, die ging voor de tong van Diogenes staan. En hij zei aan Diogenes, je mag mij alles vragen wat je wilt. Diogenes zei, Alexander de Grote, kus jij een keer ver mijn klote. Dat is geschiedenis. Veel mensen weten dat niet, maar dat is officieel. 18. Wat is mijn vak? Mijn specialiteit? Is dat A. Cutologie? Is dat B. Scatologie? Is dat C. Astrologie? Is dat D. Psychologie? Is dat E. Masturbologie? Of is dat nog een andere logie? Ik dacht dat jij in de alle 4 gedoctoreerd werd. Het juiste antwoord is B. Scatologie. Scatologie, dat is een onderafdeling van pornografie. Dat is vuile praat, wat ik eigenlijk nooit doe, maar af en toe laat ik me een keer gaan als ik gedronken heb, maar ik drink nooit, om zeggen. 19. Wat scheelt er met Kortjakje? Kortjakje is een vrouw. Kortjakje heeft de ziekte van Luyschagel. Kortjakje heeft fibromyalgie. Fibromyalgie. Ah wel, dat was toch dat ik zei? Fibromyalgie. Je gaat het mij 10 keren schrijven. Of D. Kortjakje. Ik moest 3 dingen al doen. Kom maar, ik heb weer al maar één. De tijd is al voorbij. A, B, C of D. De tijd is voorbij. Geef maar het juiste antwoord. Jawel. A, B en D. Kortjakje is een vrouw die de ziekte heeft van Luyschagel en die een Hollandse hoer is, zoals alle Hollandse hoeren hoeren zijn. Dat is toch duidelijk? Ja, dat is duidelijk. Ja. Dokter Dussoir, die controleerde de hoeren in Brussel. En ik als 20-jarige student, ik mocht zijn dokterstas dragen. 4. Als een gieter. Dus al die dames, die kenden mij. Het is nu al 50 jaar geleden. Kunnen aannemen. Oeh, maar jij zei toch nog in Brussel, tussen de hoerenwandel, dat ze mij nog altijd kennen, dat ze op het raam kloppen en dat ze zeggen, kom binnen. Maar ik doe dat natuurlijk. Ik wil even een tussenstand geven. Niemand is aan het winnen. Merckx wint altijd. Tarzan ook. De volgende vraag. Kan niet winnen. 20e en laatste vraag. Het is allemaal de schuld van A. Roel Haspengouw. B. Xi Jinping. C. Is het de schuld van Groen misschien? Ik weet het niet. Maar ondertussen is het 8:30. Mijn wijn is bijna op en ik word stilletjes aan moe. Of D. Michel Wils. Er zijn 3 juiste antwoorden. En nu zegt je dat bij alle andere vragen. Kus mijn klote, je kunt het lezen. Ja! Juist behalve. Xi Jinping. Fuck. Xi Jinping, ja, ja. Je hebt het goed gezegd. Maar uiteindelijk is het toch allemaal de schuld van de Chinezen. Dat mogen we niet zeggen. Nee. Tencent heeft aandelen. Ja, die vent, die kwam thuis, heel onverwacht. Vertelt dat aan zijn vriend. Hij zegt, ik trek de deur open en wat zie ik daar? Mijn vrouw ligt daar in bed met een Chinees. Wel, zegt zijn vriend. En wat heb jij gezegd? Hij zegt hem niks. Ik spreek geen Chinees. Prank van de dag. Logisch. Dat was het examen. Nu
ben ik eens benieuwd hoeveel knappe bollen er tussen al deze rukkers zitten. Niet zoveel. Niet zoveel rukkers of niet zoveel bollen? Niet zoveel bollen. Josephus heeft gewonnen met 36%. Een tamelijke goede score. Ik vind het enorm teleurstellend. Ik moet wel zeggen, ik heb slecht gescoord omdat ik te veel hem geklimaatspijbeld. Ik ben vooral teleurgesteld dat er zo weinig vrouwelijk schoon heeft meegedaan. Iedereen verdient een B-attest. Dat wil zeggen dat we niet gaan tegenhouden om een andere school te zoeken. Dat weer goed rijden. We zijn nu beu, vertrekt. Onze leerkrachten zijn moe. Ik zat bij de pater Jesuiten en ik had een liedje gemaakt. Wij zijn de pater Jesuiten. We hebben allemaal lange pieten. We draaien ze rond ons lijf, wel een keer of vier of vijf. Maar we kunnen er altijd goed mee schieten. De Jesuiten konden dan niet appreciëren. Het zijn cultuurbarbaren.